kan je elke computer hacken die je wilt. Oké, world, wait for me. Ik zet mijn telefoon uit, want vandaag ben ik ethical hacker. Hi, ik ben Lonneke. Vandaag ben ik hacker. Dan denk ik aan CSI en criminele praktijken. Ja. Maar jullie zitten hier in een mooi kantoor, dus ik denk niet dat het dat is. Wij worden gevraagd door onze klanten om hun beveiliging te testen. Wat doe je nog meer? Nou, bijvoorbeeld social engineering. Social engineering is proberen misbruik of gebruik te maken van de menselijke zwakheden. Je probeert ergens fysiek binnen te komen. En als je binnen bent, dan ga je dus informatie verzamelen. Ik loop van tevoren altijd eventjes rond het gebouw. Mm-hmm. Staat er een deur open, word ik in de gaten gehouden. En is dat niet zo, dan pak ik de voordeur. Zou jij hier beginnen met hier aanbellen of loop je dan gewoon naar binnen? Nou, dat ligt eraan. Hij zit op slot. En dus bel ik aan. Hoi. Ik heb vanochtend ben ik hier geweest en ik heb mijn telefoon laten liggen. Mag ik die even pakken? Tuurlijk. Hier zijn wij aan het werk bij beveiligen. En om de beveiligen te testen gebruiken we verschillende methodieken, waaronder hacken. Hallo. Hoe is het met de hack? Ja, nu is het idee dat ik een beetje iets illegaals ga doen. Dus dan beginnen we eigenlijk met een lege USB-dalen. Ja. Dan moet je eigenlijk beginnen met deze script over te gaan klikken. En als je allemaal bestanden hebt staan en hoe groot jouw stick is natuurlijk, kun je het allemaal leegtrekken. Ik heb wel een beetje hulp nodig hoor. Ik kan het ook niet helemaal alleen. Ik heb nu met mijn script, heb ik via een USB-stick de gegevens van een andere computer nou hier opgezet. Ja. Ik ben nooit gevraagd om het best beveiligde gebouw van Nederland proberen binnen te komen. Ik heb tegen die portier gezegd, ik kom de diploma's afgeven. Die had ik nagemaakt. En ik zeg, het is een verrassing. En ik heb een doos bosse bollen bij. Pak er maar eentje. Oh, dat vind ik wel lekker, zegt hij. Hij zegt, en bij wie moest u zijn? Ik zeg, ja, maar eigenlijk wil ik dat het een verrassing blijft. Ja, ja, moeilijk, moeilijk. Ik zeg, ik heb al een bosse bollen gegeven, wat moet ik nog meer doen? Hij zegt, nou, ga maar gauw naar boven dan. Heb ik mijn eigen opgesloten in een bezemkast. En ik ben s'avonds op een gemak ben ik rondgestruinen. Echt een beetje filmachtig. Ja. Deze USB-stick die kan je meenemen en als je die straks in elke computer stopt, kan je elke computer hacken die je wilt. Oké, world, wait for me. Nou denk ik wel, ja, dit dacht ik bij hackers. Spam een lang typ iets in en high five. Nou, ik zet mijn telefoon weer aan. Als ethical hacker moet je ICT-ervaring hebben, programmeertaal spreken. Doortastendheid is heel belangrijk. Geheimhoudingsplicht